Auw! Nee, help Rutger, hij duwt mijn schedel in. Dit is gewoon een fortuin wat we hier hebben. Ja, wat zal het misschien zijn? 15 tot 20.000 euro? Ah! Oh! Hallo dames en heren en welkom bij een nieuwe aflevering van de eBay pakketjes. Ik heb hier in de doos al mijn allereerste gast. Het is rapapa rapapa. Hey! Marvin! Kom eruit. Yes. Hoppakee. Nou goed, de andere gast die past niet in de doos, dus ik moet hier. Goeiedag, hij is ook weer bij. We hebben als gasten vandaag dus Rutger en Myron. En we gaan er weer wat moois van maken. We hebben natuurlijk ook de taxateur in de building. Woe, 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 woe. Ik ben heel erg benieuwd wat we gaan tegenkomen. Ik hoop zelf op Pokémon kaarten. Is al een tijdje geleden. Wat hoop jij? Nog steeds spiegel. Myron is al maandenlang op zoek naar een spiegel voor de nieuwe woning. Ja, ik vind het zo moeilijk. Ik denk iedere avond ook over na, wat zal ik gaan zeggen? Maar eigenlijk ben ik blij met gewoon de kleinste dingen in het leven. Zo. Dus mij maak je blij met eigenlijk van alles. De mierennest. Ook. Ook? Oké, ik ben benieuwd. We gaan het in ieder geval weer meemaken. Wat hopen jullie dat wij ooit een keertje vinden? Laat het weten in de reacties. En we gaan natuurlijk weer het puntensysteem doen. Dus voor elk pakketje wat het duurste is van de drie, krijgt een punt. De punt wordt bepaald door de taxateur en die geeft ook de prijs aan. Tenzij er een bonnetje is in het pakketje, dan is die prijs leidend. Of als er een prijskaartje op staat op het product zelf. Zo. Goed, zullen wij weer een keertje doen dat als we nu een pakketje uitkiezen voor helemaal het einde, dat die voor 2 punten geldt? Ja. Ja. Goed idee, taxateur. Ja, prima, jongen. Nou. Gaan we even kijken, hè? Prima, jongen. Doe maar. Ik neem deze, denk ik. Ik neem deze, denk ik. Ik neem deze. Gewoon omdat het zwaar is. Zo. Zo. Top. Ik denk dat jij een hele foute keuze hebt gemaakt, Rutger. Denk je? Ja, dat denk ik. Ja, maar ik denk dat daar iets heel kostbaars in zit. Oké. Okay. Ik heb mijn allereerste pakketje hier al voor mij. Zo. Priority mail. Dit zijn echt mijn lievelingsverpakkingen. Mm-hmm. Want daar heb ik gewoon vaker wat goeds uit. Dus laten we even kijken wat hierin zit. Succes trouwens. Succes allemaal. Zet hem op. Ja. Ik zeg het je toch. Ik zeg het je toch. Deze verpakking is mijn lievelingsverpakking. Ik zeg het jullie. Kijk dan. Wow. Een gloednieuwe Nintendo Switch game. En niet 1, maar 2. Dezelfde. 2 dezelfde. 2 gloednieuwe Nintendo Switch games, dames en heren. Nou, je begint lekker. Nee, dat is het. Wow, dit is wel sick, hoor. Echt iets vets, hoor, moet ik zeggen. Ja? Ja, ik zie het al zitten. Even kijken. Wauw, dit is echt tof. Wat is dit voor game? Shin Megami Tensei Steelbook Edition. Oh. Ook nog een speciale editie. Goed, ik heb de Harry Potter elf. Heel wow. Hoe heet die ook alweer? Kan die ook wat zeggen? Ja, ik denk het wel. Ik kan praten, maar... Oh. Dit is dik. Wow, dit is nu al zo vet. Ja, je moet gewoon aan zijn mondje zitten. Oh. Oh. Hoe heet die ook alweer? Ik weet het niet meer. Nou, zeg maar even. Hedwig. Oh ja, Hedwig. Ja, ik zie het hier ook staan. Hedwig. Hey, Harry Potter fan daar. Wow, heel vet. Wat even. Dit is even een test. Dit is even een test of Stef echt een Harry Potter fan is. Stel voor het is donker en je wilt licht aan hebben met je staf. Wat zeg je dan? Lumos. Lumos! Oh. Lumos. Oh. Oké, okay, de L. 56 euro. Zo, en mijn 2 Nintendo Switch spellen? Ja, ik denk dat die 114. Ja. Wow! Duurder zijn. En ik heb 2 Star Wars figuren. Oh, ook heel vet. Ook heel dik. Ja. Maar zeker. Ik weet wat ik bij Star Wars wel echt heb. Ik ben geen Star Wars fan, maar ik weet nooit wie is en hoe. Er zijn zoveel figuren in die film. Ja, dat is waar. Maar ja, met Pokémon heb je dat ook, hè? Ja. Dus dan ben je een echte fan of niet. Nee. Ik kan vertellen dat ik nog nooit Star Wars heb. Nee, het trekt mij totaal niet. Er zijn heel veel Star Wars fans. Vind jij Star Wars vet? Ik vind Star Wars wel gaaf, maar ik volg het niet. Nee. Maar ik vind het wel tof. Ik weet dat je Luke hebt en Darth Vader. En... Ja, die ken ik ook wel. 35 euro. 35 euro, dit zo. Bij elkaar. En zo'n puntje. Oh, zo. Zo. Sorry. Lekker hoor. Lekker, eerst puntjes binnen. Let's go. En we gaan door. Zo. Kijk eens even, wat is dit voor dekbed? Dat is nog eens een keer luxe. Nou, zelfs met diamantjes zo, erbij. Lekker hoor. Diamantjes. Wauw. Kijk, zo kan je slaapkamer er dus uit komen te zien. Je vindt het niet interessant? Nee, ik vind mijn schoenen interessanter. Oh. Kijk dan. Dit zijn supersnelle patas. 14? 14 euro. Voor Rutger? 16? Hai. 2 punten verschil. Zo, ik heb electronic cleaning spray.
Nice. Voor welke electronics is dat? Dat weet ik niet. 9 euro. Dus, puntje voor Rutger. Puntje voor Rutger. Lekker. Gefeliciteerd. Dank je. Ja, ik pak gewoon deze. Ik pak dan deze, want dit zegt Enzo dat het goede pakketjes zijn. Ja, maar die ziet er niet meer goed uit. Oh. Laten we eerlijk zijn, eigenlijk weet je het nooit, toch? Welke verpakking, wat voor kleur, hoe het eruit ziet. We hebben echt de meest lelijke, beschadigde pakketjes gezien. En toch echt heel erg waardevol spul eruit gehaald. Ja, dus ja. Je weet het maar nooit. Zo! Oh. Highway ladder. Zo. Ja. Zo, hé. Hey. Vet, hoor. Een mooi motorjackie, of ja. Niet? Highway to hell. Ja. Goed zo. Hoeveel? 46. Nou, best zo. Zo, 46. Dat is best fijn. En dan gaan we even kijken naar mijn kledingcollectie. Oh, dat is wel vet kleding. Ik heb hier een vet t-shirtje. Past daar mooi onder. Zo! Zo! What the heck? Ik heb Jezus Christus patta's. Kijk. Heel Jesus vet. Christ. Or Lord and Savior. Niet. Ja. Oh, yo, inderdaad. Ik heb gewoon Jezus Christus patta's. Echt heel dik. Wat? Huh? Klinkt gek om dat te zeggen ook. Ik heb Jezus Christus schoenen. Ze zijn wel gloedje nieuw. Zo! Zo. Hé, hey, prijs is leidend, hè? Ja. Er staat hier 150 euro. Nou. 100 voor alleen de schoenen al, hè? Wat laat staan het shirt. Nou, ik vind ze ook wel echt mooi. Dit is ook dit mooi. Dit zijn wel bijzondere schoenen, man. Ja, dit zie je niet veel. Dit is niet wat je bij in de gemiddelde winkels ziet. Nee, dit is een bijzonder item. Ja. Wat heb jij? Ik heb een high performance trick kit. Voor? Ik denk voor je auto. Oké. 38 euro. Zo, en zo weer puntje. Zo, lekker. Nee, weer puntje. Twee puntjes. Je ziet me gaan naar de top. Rapapa, rapapa. Ladies and gentlemen, give it up for Mr. Knol. Zo. Nee. Nee, dat is een circusbro. Nee, Michael Jackson, man. Ja, doe even je beste Michael Jackson move. En dan zo, hè? Je hoedt zo een beetje zo voor je ogen naar beneden. Yeah. 22 euro alleen. 22 euro. Ik heb mooie vrachtwagens van Hurst. En deze is van VP Racing. Zo, dikke vrachtwagens. Zo. Wow. Hé, hey, dit zijn mooie verzamelitems. M2 machines. Dit zijn, we vinden wel vette items hoor, even serieus. 63 euro. Zo. Hoeveel was jouw hoed? 28. Zo. 22. Ik maak er weer meer van. Zo, dit zijn oude boeken. Zo. Die, bro, die zijn van Napoleon geweest, denk ik. Verdamme, je gaat ook meteen ruiken. Ja, hè? Ik vind dat, dat ik heb, ja, dat doe ik vies, echt. Vies, hè? Nee, dat is gewoon, dan heb je gelijk een binding met het product. Oh, ja, nee. Zo. Maar kijk hoe mooi. Ik vind die banden zo mooi. Ja. Als je dit zo in een boekenkast zet. Bro, dit is niet normaal. Dit is zo oud. Mag geen boekjes lezen? Natuurlijk. Ja, nou, lees ik weet niet of ik kan lezen. Maar wat is het? Ja, daar wil ik dus achter komen. Oh, 1788? Bro. Dit zijn boeken uit 1788. Zal ik even op de bon kijken? Ach, je hebt gewoon een bon gehad. Gewoon een bon. Even gewoon een bon, hoor. Oh, ja, staat een prijs. Staat gewoon een prijs 88. Bij, hier. 69 euro. Oh ja. 69 euro. Hoeveel had jij? Oh, je had 68. Oh. Had 68? 63. Oh, 63. Puntje voor Rutger. Puntje voor Rutger, met de mooie boeken. Man. Yes. Even kijken, wat hebben we hier onder de tafel? Welkom bij een onder de tafel aflevering met Enzo. Oeh, deze is nice. Deze is zwaar. Deze ga ik even doen. Oh. Oh. Oh! Dit is, ik zag iets, het ook ja, dit is iets wat Myron heel erg tof vindt. Oeh, dit, hier gaan we even op wachten hoor. Wauw, ja, Myron. Ja. Uggies. Uglies. Oh my god. Kijk eens even. Ze zijn niet zo mooi. Tenminste, ik hou hier niet. Ja, nou. Hey. Best leuk hoor. Maar wel echt Ux. Dat is wel echt de veel waard, denk ja, ik. Ja, zeker. Gloednieuwe Ux. Super. Alleen het strikje. Hé, hey, maar als je er een broek overheen doet, zie je dat niet, hè? Hoeveel? 123 euro. Dacht ik al. Zo, hey. 123. En dat moeten wij zien te toppen, hè? Ja. Nou, daar gaan we dan. Gaan we. Meer dan 123 euro, dames en heren. Als ik dat voor elkaar krijg, nou, dan jat ik wel een beetje de punt van Myron. Sorry, ik ga het niet redden. Oh. Zen, het is in ieder geval wel een kalender waar je heel rustig van wordt. Want het is een kalender, Zen kalender 2022. Het is toch jammer dat ik dat in november, december pas vind. Dat is wel jammer, ja. 8 euro. Ja. 8 euro. Ja, dat zei je ook wel een beetje lullig. Maar kijk wat we hier hebben, dames en heren. Kijk eens even wat we hier hebben. We hebben hier een boek. Ik vind op zich wel regelmatige boeken. En dit, dames en heren, zo, dit is toch eens even een boek van 40 euro staat erop. Zo. Zo, hé. Hey. 40 euro boek. Moet dan wel gloedje nieuw zijn uit de winkel.
en interessant. Dames en heren. Disney, ik zag het hier al. Op de achterkant, jij herkende dit al, dit kasteel. Ja, zo beginnen elke Disney film. Ze gaan, komt zo'n sliertje zo hier omheen. Ja, klopt. Wow, je weet echt, hè? Ik hou van Disney. Je houdt van Disney. Oh, wat mooi. Het is een soort behind the scenes. Heel leuk. Een mooi boek van Disney. Maleficent. Maleficent. Oh, joh, dit is gewoon een soort van storyline. Hoe het ontstaan is of zo. Ja, denk een storyline. Dit is door een roosje. Van hoe Disney is ontstaan of hoe ze bij de characters komen of zo. Nou, leuk. Kijk, en tekeningen. Oh, ja. Heel mooi. Gaaf hoor. Heel mooi. Boek, €40. Nou, daar hebben de Ux gewonnen. Puntje voor Myron. Lekker hoor, Myron. Lekker, Myron. Puntje. Zo, dit is een mooi pakketje. International Paper Box Certificaat. Daar gaan we. Zo, wat hebben we hier? Oh, dit vind ik leuk. Ik weet nog niet wat het Jezus, is. Jezus, maar... heb ik weer. Gaas. Oh, weer. Kijk wat er allemaal van afkomt. Ja, dat was vorige keer. Ik heb een soort bomber jacket, maar hij is niet heel bijzonder. €152. Niet. Wow, wow, hou op. Hij staat dat hij eigenlijk $800 kost, dollar. Echt? Niet. Bro. Ziet er echt heel skeer uit. Dit is gewoon echt een zieke designer, ja. Re Madame Paris, APC. Oké, nou, fijn. Zo. Dan heb ik gewoon een goed puntje misschien. Nee, maar kijk even wat ik heb, hè. Kijk even wat ik heb, dames en heren. Weer een boek. Een soort speelgoed of zo. Lijkt wel een soort Knex-achtig iets. Het is wel echt perfect ingepakt. Wow, kijk dan. Oh, kun je letters meemaken. Alphabots. Ja. Wat? Het is een soort van Transformers met letters. Ja, want die letters kan je allemaal veranderen in robotjes. Ja, dat is wel leuk. Dus elke letter, alle 26 letters hè, van het alfabet, die kunnen veranderd worden in... een robot. Vet, man. Hoe vet is dat? Er staat hier bovenop €30. Vet. Leuk. Ja, zo, ik vind het wel cool. Alphabot, zo leer je wel. A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, M, N, op een spelende manier. Ik zet ook nog mee. Spelenderwijs. Ja, spelenderwijs leren. Dat is een goeie. En jij, Rutger? Ja, ik ben een beetje genaaid. Oh. Want ik dacht dat ik een hele mooie Resident Evil ding had. Maar daar zit helaas niks in. Oh. Hai. Damn. Dat is jammer. Dat doe je niet mee met de punt. Nee. Nou, dan is het jasje toch... Maar er had wel iets in moeten zitten. Diegene heeft gewoon iemand genaaid. Want er staat hier echt een Resident Evil headset. Dat is een headset, toch? Ja. Zielig, man. Iemand heeft daar €60 voor betaald. Maar dit is voor mij ook oprecht niet leuk. Nee, toch? Ja. Nee, ja, jij bent ook gewoon... Ik voel me nu... Diegene die dit had besteld, die heeft zijn pakket niet gehad. Dat was kut. Ja, maar die heeft dan wel zijn geld terug. En jij niet. En ik niet. Jij bent gewoon je geld geen kwijt. Punt. Geen punt. Geen punt. Geen punt. En mijn geld ben ik ook nog kwijt. Ah, verdamme, man. Hey, puntje voor Myron, hè? 2-2-2 staat het. Wow, deze is goed opgevuld in ieder geval. Met allemaal kleine stukjes karton. Ik heb een onderdeel uit een ruimteschip. Zo, dan kan je de aliens wel mee bereiken, denk ik. Dit is denk ik uit... Een soort headset ook. Dat is die headset van Resident Evil. Nice. Hallo? Hallo? Kom eraan. Nee, deze moet je mond doen eigenlijk. Oh, moet hij je mond? Ja, maar dan komt hij net niet. Nee, hè? Nou, vet. Nou goed, over antennes gesproken. En apparatuur. Ik heb hier een apparaat. Dit is uit 1979. Mijn geboortejaar. Dat is jouw geboortejaar. Dus dan weet jij vast wat er uitkwam op jouw geboortejaar. Ah, hier is een bonnetje. Dat is ook handig. Dit is voor een Ford. Het is namelijk een transitie dieselbak voor een Ford. €91. Wat 63. Zeg jij nou, joh? Het is voor een Ford Transit en het is een brake pump. Oh, ik dacht dat er stond een Ford transitiebak. Ja. Wat is een transitiebak? Ja, weet ik ook niet. €87. Zo. Bro, wacht even. Dat bak, dat verzin je er ook bij. Ja. Dat wist ik veel. Ik heb er geen verstand van. Maar hij ziet er wel heel vet uit. Kijk dan. Heb je ooit zo'n ding gezien? Hij ziet er echt nieuw uit. Dit kan toch niet zo goedkoop zijn? En uit 1979 en er nog zo mooi eruit zien. Dat is toch antiek? Ja. Wat zit jij te lachen? Wat heb jij dan voor antieks? Ja, jij hebt ook iets uit antiek. Mooie DVD/CD-speler van Philips. Zo, dit is ook wel antiek hoor. Ja. Keurig. Maar die is niet nieuw, zoals die van jou. Zo, wat is dit voor unit, joh? Wel een kast, hè? Kijk eens even. Zo werden vroeger DVD's afgespeeld. €42. €42. Zo, dan zit ik nog bovenaan. En ja, jij redt dat niet, denk ik, met die headset. Oh, je hoed kwam tegen mij aan. Sorry. Nou, oh ja, net is jouw bon. Ja, dat bedoel ik. Puntje voor Knol. Ja, ja. Lang leven de Ford. Hey, Ford schijnt wel echt een van de beste merken te zijn qua verdiensten. Hoezo? Die nooit echt in de verlies zijn gegaan en zo. Heb ik ooit een keertje gelezen. Dat heel veel autohandelaren en zo, merken achter, zeg maar, een Ferrari of een Citroën of weet je wel, allemaal merken. Die hebben allemaal ook met de koers en zo. En de Ford is het meest veilige merk wat er is. Stabiel. Qua meest stabiel. Ja, volgens mij is dat echt zo. Ja, nee. Er zit een verhaal achter. Ik heb ooit iets meegekregen. Nu vertel ik het misschien een beetje raar. Nee, het kwam goed over. Oké. Okay. Duidelijk. Nou, fijn. Ja, ja. Nou, ik neem deze wel. De koker. Hoe ga ik hem openmaken? Nou, ik neem dan ook wel even een langwerpige. Dan neem ik ook een langwerpige. Ja.
Allemaal langwerpige. Misschien is het allebei kapot. Er staat op allebei fragiel van jullie. Ja. Dus misschien hebben jullie wel een poster van Angelina Jolie kapot geslagen. Ja, dat was Maleficent, hè? Angelina Jolie, ja. Dat klopt. Maar die kan wel tegen een stootje. Dat weet alleen Brad Pitt. Dat is scherp, hè? Hey, we zijn scherp, hè? Je ziet het, Stef, alleen hier. Maar even, Angelina Jolie is wel echt een prachtvrouw, hè? Vind ik serieus. Ook. Serieus, met die tattoo zo helemaal Pitt in de rug gegaan. Brad Pitt is ook een Heb jij ook een tattoo op de rug gehad? Ja, klopt. Dus jij bent mijn Angelina Jolie. Precies, en jij bent mijn Brad Pitt. Ja. Valt allemaal mooi samen, hè? Ik heb een mooie yogamat. Ah. Die was niet fragiel. Auw! Auw! Waarom moet dit? Tenminste, ik denk dat het een yogamat is. Straks zit er nog iets anders in. Wat heb ik nou? Een zweep! Een zweep, bro! Auw! Oh! Ah! Oh! 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 Auw, die auw! Oh, ik zweer het je, dat ding doet echt knijters veel pijn, bro. Mag ik ook een keer? Nee. Ja, op zijn andere beeld. Ja, doe maar bij Rutger. Nee, doe maar bij Rutger. Nee, even bij jou. Nee, doe maar bij Rutger. Ik zweer het je, ik krijg hier een plek van. Nee, even kijken hoor. Ah! Ah! Auw! Oh, echt serieus. Dit is zo'n ziek harde bal, man. Oh. Is het echt een zweep? Oh. Het is ge-3D geprint, lijkt het. Oh. Ja, vet. Ja, doe het bij Rutger nu dan. Nee. Nee. Gast, laat maar bij jou doen dan. Bro, ik zweer het je, deze bal, niet, hè. Niet harder dan nee, ik bij jou. Nee, ik doe gewoon zo. Ja, oké, dat mag. Ah, kom op. Ja. Zo, die voelde ik wel, ja. Lekker, die voelde ik heb wel, trainingsboekje aan. Ja, oké. Dit is een magisch kleed, hè? Wisten jullie dat al? Oh, als kan die zo... opstijgen? Nee. Als je die zo voor je houdt, houdt. Ja? En we zeggen simsalabim, dan gaan we gewoon in één keer weg, hè? Let op. 3, 2, 1, simsalabim. Hij staat gewoon rechtop. Hij staat rechtop. Staat rechtop? Ja! Ja! Ja, gelukt! Nee, ik weet niet wat het is. Ik weet ook niet wat het is. Het is wel iets magisch. Ik heb eindelijk mijn pot open. Wow! Wat is het, schat? Maak jij maar open. Dat is jouw pakketje. Kijk dan. Hoezo is dit zo goed ingepakt? Dat moet toch wel waardevol zijn? Kijk dan. Wil jij hem uitrollen? Kijk dan! Parfum. Is dit een, niet zo'n hele oude post uit de Tweede Wereldoorlog? Nee. Will Quinn. Bier certificaat van echtheid. Zero's. Precies 2000. Jens Parfumerie. Misschien is dit wel een zieke... Jens Parfumerie. Ja, dat is het. Wat is het waard, detaxateur? 1865 tot 1939. Dat was dus echt de tijd van de posters. Dat ze reclame maakten met alles via posters. Maar hij is wel in 2000 gemaakt. 141 euro. Wow. 141 euro. Ja, dames. Ik vind het wel echt mooi. Als je deze in een mooie lijst doet. Ja. Precies, dat dacht ik. Mooi. Nice, nu snap ik dat het zo goed is bewaard. En dat gaan wij dus ook weer doen. I'm gonna take my horse to the old town road. I'm gonna ride till I can no more. Deze vind ik leuk. Deze is makkelijk ook. Kijk. Hier, Taylors. Wat is dit? Wrapped and tagged teabags. Ik heb deze 48 teabags. Zo. Ik doe deze schoenen wel. Misschien zijn die wel echt super mooi. 11 euro voor de theezakjes. Wie moet ik teabaggen? Kijk eens wat ik heb. Zo. Dit zijn balletschoentjes waar... Iemand al heeft gebruikt van gemaakt. 2 euro. Nee, toch? Ik heb ook schoenen. Zo, dikke stampert. Ja, ze heten Magnums. Magnums? Lekkere Magnum. 19 euro. Dat heb jij gewonnen. Yes! Oh, lekker man. Met hele mooie zwarte schoenen. Nou, ik vind mijn theezakjes toch wel echt het tofst. Voel jij dat nog op je billen? Ja. Ik ook. Ik voel het brand. Ja, het doet wel pijn, hè? Zie je, dat bedoel ik. Het doet wel pijn. Ah, is wel leuk. Wat heb je? Ik heb een rainbow jelly. Ah, dat is leuk. Rainbow jellies. Ah. Ik weet niet wat het is, maar rainbow is nice. 8 euro. 8 euro. Ik geef eens een beetje meer inleiding, man. Dat mooie product wat je hebt over regenbogen is 8 euro, Myron. Glow in the dark? 8 euro. Make your own squishy. Ja. Ja, dat bedoel ik, dat wil ik weten. Make your own squishy characters. Add magic goo. Wauw. Dat is toch gaaf? And squish. Kijk eens wat ik heb, dames en heren, jongens en meisjes. Zo. 2 achterlichten. En het is echt belangrijk in deze tijd dat jullie je achterlichten aandoen. Want het is donker op de weg, dus zorg dat je gezien wordt. Ja, doe in ieder geval je lamp aan. Zorg dat je gezien wordt, dat kan door middel van zo'n hoed. Dat kan ook door middel van lampen. Ja. Zeker, is wel een goede boodschap. Ja, ik zal kijken of je het doet. Nee, dat niet. Maar zorg dus ook dat je batterijen in je lampje hebt. Nou, laten we even kijken naar het winnende product, dames en heren. Want die van Rutger is 10 euro. Die jelly van Myron is 8 euro. Zo, kijk eens eventjes. Wow. Zo, het doet het wel goed. Ja, dan word je wel gezien, hoor. Dames en heren, rapapa, rapapa. Wat hebben we hier? 2 lijstjes. Lijstjes zijn sowieso duur, dus ik heb eigenlijk al gewonnen. Nu alleen nog even weten wat er in die lijstjes zit. Helemaal niks. Nou, dat weet je helemaal niet. Oh, kijk. Helemaal niks. Helemaal niks. Hé, maar dit is wel...
dikke vette pies, zie je dat? Er zijn wel twee lijstjes, ja. Oh ja. Hé, twee lijstjes, dat is echt wel duur hoor. 32 euro. Dat bedoel ik. Voor lijstjes? Ja, lijstjes zijn duur, bro. Wat? Serieus, in deze tijd ook nog? Ja, zeker. Houtlijstjes, houtprijzen. Hout, duur grondstoffen. Snap je? Juist. Ik neem deze. Interessant. Het moet eigenlijk wel een boek zijn. Oh, wat? Venom. Een tijdelijke tattoo van Venom met... Oh, dames en heren, ik heb echt iets heel vets. Yes! Kijk dan. Oh, comic books. Ik heb weer comic books. Superman! Zo! Dat is heel vet, Superman. Ik heb wel echt een leuke jas voor mijn kind. Oh, die is wel nice. Die is wel echt gloednieuw. Hey, kaartje. Gloednieuw. Er staat geen prijs op. Dare to be. Anniversary edition. Dus om vier... Staat de die in. Nee, 2020, juni. Mooie jas. Enzo, heb jij meerdere boekjes daar? Ja. Jazeker. 76 euro. 76 euro. We weten nog niet wat erin zit, maar dit is aangekocht voor 76 euro op eBay. Kijk dit dan eens even. Dit is al hier. Flintstone. Superman en Flintstone. En dit is van de Joker lijkt het, of de Mafia. Oh, Mafia? Ja. Kijk dan hier. Superman met de Thorhamer. Kijk hoe vet dit is, hé. Zo gruwelijk. Je ziet het ook aan de manier van tekenen, hè, dat het heel oud is. Heel erg gaaf. Heel vet. Ja, kijk vet. Dan, 25 cent was het toen. Bizar, hè? Heel vet dit, hoor. Maar degene die deze toen, zeg maar, heeft gekregen, die heeft hem dus helemaal gelijk netjes gehouden. Want hij is ook, kijk, hij is ook nog nooit open geweest. Nee. Qua bladzijde omslaan. Heel bizar. Hele mooie vondst. Ja, dit is echt gaaf. Nou, nice. Jij staat nu zeker op weer een puntje. Ik sta zeker bovenaan, maar... Oeh. Wat is dit? Een auto? Jeep Grand Cherokee. Cherokee. Zit ik in de Jeep Grand Cherokee? Ja. Die heb ik gehad. Ja. Maar dan de Trackhawk editie. Klopt, ja. 9 euro is deze. Nou, is dit niet zo'n gekke bak? Nee. Nou, en zo weer een puntje. Spider-Man. Verdorie, zeg. To-to-to-to. Oh, dit is spannend. Dit is spannend, hoor. Kijk eens eventjes, want dit zijn... Thank you. Oh, ik denk dat dit Thomas de Trein is, denk ik. Ja hoor. Nou, jouw zoontje heet Thomas. Ja, klopt. Volgens mij is het geen Thomas de Trein, hoor. Zo, zag je wat er gebeurde? Op. Ja. Hoe deed hij dat? Zo overal op drukken. Je deed gewoon heel hard dit zo. Nee, dit deed ik. Ja. Wat? Kijk die kooltjes. Dit is wel vet. Ja. Vet, ik zou ze even allemaal uitpakken als ja, jou was. Ja, dan ondertussen even naar jou. Wat heb jij, Marvin? Ik heb White Musk. En dat is van de Body Shop en het is parfume oil. Oh, dat is lekker. Musk is sowieso altijd lekker. Ja. 14 euro waard, Miro. Best 14 euro? Wat zit hier zo goed ingepakt, joh? Oh. Denk je dat je een puntje gaat krijgen, denk ik? Dit is een onderdeel. Maar wat voor onderdeel? Ik heb geen idee. Maar heb je die van Rutger al gevonden? Ja, 26. Nou, dan heeft Rutger een puntje, denk ik. Ja, Rutger gewonnen. Ja, want dit onderdeel, geen idee. Nee. Ja, we hebben nog een paar kleine. Ik neem wel gewoon de doos. Hij is helemaal naar de knoppen, deze. Echt helemaal naar de knoppen. Maar dat maakt niet uit. Misschien wat erin zit is nog heel. Ik heb een PlayStation 3 spel van Wolverine. Wow. Dat is wel vet. Ja, maar die is niet heel veel waard, denk ik. Veel geprinte onderdelen. Ja. Tegenwoordig. Veel 3D geprint, ja. Voor Myron is het 12 euro waard. Nou, voor mij is niks, denk ik. Dit zijn gewoon twee afzuigkappen dingen. Jij hebt wel een mooie broek. En ik heb een Levi's. Ja. Oeh, helemaal nieuw. Kijk eens eventjes. Is dat een prijs op? Slim fit. En het is gewoon de 5... Wat is ook weer zo'n bijzondere van Levi's 501, toch? Volgens mij wel, ja. Ja, dit is de 511. Oh, jammer. Oké. Okay. 33 euro. Zo! Alweer een puntje. Hey, puntje. Jij gaat hard. Even kijken. Ik neem eens een keer zo'n klein pakketje. Ik neem een keer een paarse. Dat is gewoon leuk. Gewoon vrolijk. Neem ik je deze. Nou, dit niet. Nou, een telefoonhoesje. Zo. Voor de iPhone 5. Dat is al een tijdje geleden. Ik heb een sjaal met allemaal luchtballonnen. Mooi. Nee. We komen nu een beetje bij de troep, eerlijk gezegd. Nou, ik heb bij mij niet, hoor. Oh, nee. Bij mij zeker niet. Nee? Want ik heb echt het gevoel dat ik steeds beter ga. Kijk, want dit is voor je gitaar. Zo, en als je een gitaar speelt. Ja, klopt ja. Zo. Ja, klopt ja. Maar hoe duur is die? Mag ik even een prijs? 42 euro. Hier, oh. Dat bedoel ik. Lekker. Ja, gaat lekker. Zo. Oh. En luchtballon. Dus, van Enzo is 2 euro. Oh, 2 euro. En de scarf? 9 euro. Nou. Toch 9 euro. Maar ja, deze 2 euro dacht ik al. iPhone 5, dat is al een tijdje geleden. Oh, dit ziet er wel vet uit. Dit ziet er wel heel erg vet uit. Check eens even. Kijk eens, de Fifth Element. Mooie verpakking. Nee. Wat? Serieus? Ah, wauw. Zo, ze had ons wel beter. Wow, je had ons mooi tuk. Ik dacht, daar zit een nieuwe iPhone in. Nee, ja, wauw, je had ons echt goed tuk. Wauw. Ik dacht het echt. Je had ons goed te pakken, hoor. Ja, het is de buitenkant van een iPhone.
Damn. Goed gedaan, Myron. Nou, ik ben benieuwd. The Fifth Element. €38. €38. Van Myron is €3,80. Kijk, wow, dat is echt niks. Maar dan komt mijn favoriete artiest. Toen ik geboren werd. Hey. Daar is hij. Lanza. 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 Nee, ik ken hem niet. Nee? Wij wel toch? Nee. Dit was de grootste hit wat jij net zong. Serieus. €9. Ai. Kijk. Ai, ai, ai. We zijn weer terug in de game, dames en heren. Back die in is the wel game. Vet ook, dat hoesje. Ja, de police. Woep, woep. Dat is de son of the police. Ik heb echt iets heel moois. Hier ben ik zo blij mee, maar deze wil ik graag houden. Ik ben heel benieuwd wat je nu hebt. Maar dit is helemaal... Je wilt dit houden? Ja. Dat weet je nu al? Ja. Oké. Als het van jullie mag. Ja. Wow! Het zijn gewoon handschoenen van Vancouver. Zo! Dat is wel Olympische vet. Spelen. Ik vind die echt keihard. Dat is wel kijk heel vet. Kijk hoe vet. Is gewoon precies mijn maat ook, hè. Heel vet. Dat is wel echt vet, ja. Ja, ik vind dat echt... Want Vancouver was ook winterspelen, hè? Daarom. Ja. Daarom ook de handschoenen. Dat lijkt me op zich logisch. Ja, is ook zo. Heel mooi. €14. Ja. Maar voor jou is het gewoon onbetaalbaar. Precies. Ja, het is gewoon veel meer waard dan... Voor een herinnering, hè? Ik had er wel €50 voor betaald. Ja. Dames en heren, wie wil dit nou niet? Ik voel weer een puntje bij mij aankomen, hoor. Hoi. Ja, ja. Die is vet. Deze is vet, hoor. Wow. Nou, ik heb, dames en heren, een DVD... How to golf. Zo. Hier, how to putt. Better at putting in 10 minuten. €11. €11. Wow, die is heel daar komt die, wow. Dames en heren. Oh mijn god. Kijk hoe vet. Vet. Die is keihard. Viking staat maatje er ook L op. Ook nog. Kijk, van Nike, hè. God, die moet je houden. Ja, denk ik ook, ja. Oh, anders dan wil ik hem wel. Hey, neven betekent dat. Cousins. Ja, heel ik vet. Ik vind die heel hard. €28 kost die. Keihard, hoor. Oeh. Zo, de hoed gaat een keer af. Ik voel me meteen een beetje kaal. Je spotte, vriend. Wat zei die? Niet spotten. Hij is kaal. En goed kaal, hè? Bro, echt hard. Is een beetje veehals, ja? Ik vind die hals niet mooi, man. Nee, precies. Dat zei ik ook. Maar bij mij wel. En? Ik heb gekeken, allebei een tag hier. Ik vind het mooi, maar in mijn hoofd... Ja. Nee, is niet mooi? Maar ik hou hem wel aan. Maar ik vind hem wel mooi, dus neem hem maar. Want dan kan ik hem van jou... Oké, hij gaat dus mee naar huis. Hey, dankjewel, man. Alsjeblieft, man. Puntje voor Rutger. Puntje voor Rutger, ja. En ik heb mooie Vancouver handschoenen. Pak ik deze wel. Oh, kijk eens even. Hey, dit is geinig. Zo. Slippers van Star Trek. Hier, slippers van Star Trek. Dat is geinig. Maatje 9, maatje 10. Ik heb een heel mooie pyjama shirt. Hoe duur is dat? €9. €9. Hey, Louis! Mooi, man. Mooi, hè? Heel mooi. €5. €5? Dus? Ik heb een blouse. Zo. Alle drie een kledingstuk. Ja, en dit is van Vivienne Westwood. Dan hoop ik dat Myron het puntje pakt, want dan kan je nog winnen. Ja. Jij hebt 5, ik heb 7. Zeker weten het puntje. €47. Zo, lekker, Myron. Bedankt. Lekker. Bedankt. Dat betekent, dames en heren, 4 voor Myron, 7 voor mij, 5 voor Rutger. En we gaan naar het allerlaatste pakketje. En dit pakketje levert maar liefst. We kunnen misschien even iets anders invoeren, maar dat ligt aan de taxateur. Stel voor, hè, deze 2 puntjes hadden we eigenlijk afgesproken op het begin. Dat betekent dat als Rutger hem pakt, dat we gelijk hebben. Ja. We kunnen ook zeggen, het laatste pakketje 3 punten. Dan kan Rutger echt nog eerste worden. Ja. Zullen we dat doen? Ja, maar dan kan Miron nog... Tweede worden. Want als Myron hem wint, dan heeft Myron 6 en hij 5. Ja, als er 3 punten zijn, heeft Myron er 4. En dan, of 7. En dan staat ze gelijk met jou. Oh ja, maar dat is toch leuk? Dan ja, dat is leuk. Ja, doe maar 3. Maar wat doen we met deze 2 nog dan? Ja, die mag Stef openmaken. Ja. Oké. Alsjeblieft. Dankjewel. Nee, je krijgt wel altijd de afdankertjes trouwens. Ja. Dat maakt helemaal niet uit, joh. Misschien zit er wel iets heel vets in. Een ketting of zo. Die laatste niet eert. Wie het kleine niet eert, is het gewoon ai, niet ai, eert. Ai. Damn, bro. Dit is wel pijnlijk. Dit is wel het ergste. Ah, maar misschien deze, hè. Misschien is dit wel iets moois. Ja, hier maakten we vroeger FM-zenders van. Nou, serieus. Lekker met Francine bakkie doen. Wat moet hierin zitten, bro? Ik denk Windows 98. Nee, het is wel gaar, man. Hoezo? Gaar. Aan die kaart gesneden. Nee, bro. Bro, is het Dragon Ball Z? Wel anime. Jawel. Wel Saiyan. Ja, Saiyan. Dit is Dragon Ball Z, bro. We hebben er echt in gesneden, hè? Ja, in de rand. Ja, hier, er zijn al die ballen. Bro, dit is keihard. Je hebt Dragon Ball Z kaart. Lekker, bro. Yes. Dit is super vet, man. Dit is echt super vet. Zo, kijk dan. Dat is wel dik. Ja, dat is wel vet. Bro, deze moet je houden, man. Bro, jij wist geen eens dat Dragon Ball Z was, man. Kom mij niet vertellen wie. Kom mij niet vertellen wie dat is, bro. Trunks heeft eigenlijk paars. Kamehameha! Ik vind dit wel echt vet, man. Son Goku Saiyan. Ik vond altijd dat hij zo'n bananen had. Nee, man, maar ik wil wel een keertje met afspreken. Dit is Kevla.
Hoe vet is dit, man? Hoe knap meisje dit, hè? Kamehameha. Kijken wat het kostte, wou ik. Ja, ga jij maar even kijken, bro. Neem dit even mee. Dan gaan wij naar het laatste pakketje, dames en heren. Laten we die erbij pakken. Dit was die van mij. Dit was die van mij. Daar gaan we. Dames en heren, laatste pakketje. Let's go. Howdy ha. 3 punten, hè? 3 punten. Oh, van Boe. Yes! Echt yes. Meen je dat? Echt yes? Kijk eens even wat een mooie placemats. Eén voor mij en één voor jou. En ik dan? Marion heeft er geen één. Ik dacht echt dat je wat vet had. Ja, dat dacht ik echt. Okay. Maar het is net zo gaar als... Met t-shirt. Goed, Marion. Ik heb het al gezien op het labeltje. Ik heb schoenen van Boehoe. Schoenen van Boehoe? Ja, kijk. Maar kan dat wat waard Boehoe zijn? Nee, Boehoe is gewoon een web... We krijgen hem open. Het klinkt wel spannend, Boehoe. Een website, maar Boehoe. Dat is een beetje H&M-achtig. Oh, ja. Oké, dus dat is gewoon mooi geprijsd. Ja, gewoon leuke prijs op Boehoe. Oh, er zit iets anders in. Er zitten helemaal geen schoenen in, jongens. Wat is dit dan? Jongens! Wauw! Transformers! Transformers! What? Dat is keihard. Masterpiece. Wow, hij kan tot hier, hè? Zo, die. Doh, dit is zo vet. Transformers, dit is keihard. Hij is nieuw en sealed en hij kost 76 euro. Zo. Wow, oh eens even. Dat is wel my run. Lekker nou, bezig. Dan gaan we even kijken naar mijn pakketje. Dat betekent dat ik dus 76 euro moet zien te verslaan. Ja. Gaat dat lukken met dit bijzondere pakketje? Het was in ieder geval een zwaar pakketje. Ziet er wel veelbelovend uit. Oei. Dames en heren, wat hebben wij hier? Is dit de trofee, dames en heren? Trofee. De trofee van overwinning. Is dat hem? Alsjeblieft, zeg maar dat die 100 euro is. Is die van Le Creuset? Ja, zeker. Ja, Le Croissant. Ja. Dat is een mooi verhaal, want dat merk is echt fucking duur. Die panden zijn altijd honderden euro's. Zie je? Maar deze was 9 euro. Meen je deze? Ja, ik heb hem wel leuk gevonden. Maar helaas, dames en heren, dit betekent dat de eindscore is geworden. 3 puntjes voor Marion erbij. Dat betekent als eindscore... Rutger 5. Rutger 5, gefeliciteerd. Je mag het plekje verlaten. Ja. Marion. En zo heeft Marion 7 punten. Hey, met z'n tweeën. Ik waren ook al eens 2 eerste. Cute. Houd die hou, partner. Houd die hou. Damn, staat je goed, babe. Wow, check die moves! Dun. Wow! Zo, wow! Let's go! Yes, that's my girl! That's my Angelina Jolie! Yes! Nou. Ze waren helaas maar 9 euro. Dragon Ball Z-kaarten 9 euro. Ja, Dragon Ball Super. Dat is natuurlijk die variant erna. Oh. Mooie pareltjes op je hoodie trouwens. Dankjewel, man. Ja, vind ik ook vet. Ja, dus ook de Pearl hoodie heet die. Ah, nou, Pearl dat is toevallig. Hoodie. Dames en heren, dat was hem dan. Weer een nieuwe aflevering van de eBay pakketjes. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet niet even dat duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie snel weer. Dat is volgende week woensdag bij een nieuwe video om 7 uur. Peace. Peace. Peace.